Dames en heren, DVS-TV-kijkers. Niet alleen de dames en heren, maar natuurlijk ook de jongens en meisjes. Vandaag de eerste competitiewedstrijd, thuiscompetitiewedstrijd van DVS 33 tegen WVF. WVF, waar komt dat vandaan? Weet jij dat, Jan? Tuurlijk, Zwolle. Zwolle, hè? In de buurt van Zwolle. Westerholte of zo? Ja, dus je kunt mij alles wijsmaken. Nogmaals, ik ken heel weinig clubs uit deze afdeling. En WVF is er een van. Ik ken de trainer, daar heb ik zelf vaak tegen gevoetbald. En dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Hey Jan, wat heb ik verleden week van die eerste helft enorm genoten. En met mij vele ook voetballiefhebbers uit Apeldoorn en omstreken. Maar jij niet zo, hè? Nee, ja, ik kan er wel van genieten, moet ik eerlijk zeggen. Alleen dat duurt dan vaak een dag langer. En dan, ik heb in de rust toen nog wel aangegeven dat ik eigenlijk heel tevreden was over de manier waarop het ging. Alleen, het heeft ons eigenlijk niks gebracht. En dan hoor je mensen van, ja, we kunnen het vandaag rechtzetten. Nee, je kunt het niet meer rechtzetten. Je kunt vandaag die wedstrijd winnen, of proberen te winnen. Maar die wedstrijd van vorige week kunnen we niet meer rechtzetten. We kunnen wel proberen op dezelfde manier te blijven voetballen. Die drie punten zijn gewoon weg. Weet je wat mij nou opviel? Hè? Dat heel veel energie wordt gelegd inderdaad in de acties, in het veroveren van de bal, in het balbezit. En het lijkt er net op alsof het op het moment suprême, net op het moment dat er een fel schot moet komen, dat er dan een slap schuivertje komt. Ja, dat klopt. Ik heb er een ander woord voor gebruikt in de kleedkamer. Dat zou ik nu op tv niet doen. Maar ze moeten echt vrij opgewonden de 16 in zien te komen. En dat mis ik ook wel eens. Ik vind het wat dat betreft soms te vrijblijvend. En ik heb het er bijvoorbeeld nog met Christian bijvoorbeeld over gehad. Die speelt eigenlijk niet, maar dat is wel een jongen die heel veel energie in zoiets steekt om kost wat kost voor die goal te komen. En dat moeten de andere heren die wij er hebben lopen eigenlijk ook gaan doen. Ik weet zeker dat het er wel in zit, want dat hebben we in de voorbereiding laten zien. Alleen vorige week miste ik dat wel een beetje. En we mogen natuurlijk ook niet vergeten dat het hun behoorlijk mee zat. Ja. Nou, inderdaad. Ja. Het viel mij wel op inderdaad dat de laatste 20 minuten Christian van der Kamp zeer gedreven inviel. En dat vind ik wel te prijzen in spelers die toch in principe niet in de basis zitten. Nee, klopt, maar daar moeten we eigenlijk ook naartoe. Kijk, er is één manier om je erin te voetballen. En dat is op de momenten dat het nodig is te laten zien wat je kan. En dat doet Christian, maar dat geldt voor die andere jongens eigenlijk ook. Ik kan wat dat betreft ook niks. Ik heb ook wat dat betreft eigenlijk gewoon niks te klagen. Die jongens die steken ongelooflijk veel energie in hun trainingen. En op de momenten dat ze in mogen vallen, dan kunnen ze het laten zien. En dat zal de ene keer beter gaan dan de andere keer. Het is niet altijd even makkelijk, maar we zijn nog steeds heel tevreden over de groep. Alleen we moeten vandaag gewoon klaar, kip en klaarheid, dat geloof ik, gewoon winnen. Ik heb je nog even wel bezig gezien met de aanval. Wat aangeven en echt ook jassen op dat doel. Dus met een doel, hè? Met één doel. Ja. Nou ja, het droog afwerken. Je kunt er. Ik krijg heel veel advies wat dat betreft, maar of het de manier is, weet ik niet. Ik doe dit wel vaker, een beetje droog afwerken, om die jongens toch een beetje een lekker gevoel te geven. En om ze toch kenbaar te maken van, dit zijn de afspraken. Komen we aan de rechterkant door, doen we het zo. Komen we op links door, doen we het zo. Komen we in het midden door, doen we het zo. Dus daar zijn gewoon afspraken en opties voor. En die hebben we ze gegeven. Dus het is gewoon een zaak om het te laten zien. Maar we moeten nog steeds niet vergeten dat we vorige week eigenlijk voor het eerst een wedstrijd gespeeld hebben waarin we niet gescoord hebben. Dus Toen ik donderdag bij de laatste training Roald de Vries zag voetballen, dacht ik van, hey, die is weer heel gretig en die wil kosten wat kost die basis halen zaterdag. Maar ja, hij heeft natuurlijk niet een hele week voor de volle 100% gegeven. Is dat een van de redenen dat hij niet in de basis staat? Of heeft Stefan het gewoon goed gedaan verleden week? Dat vooropgesteld, Stefan heeft het heel goed gedaan. Maar het zit er met name in het feit dat hij eigenlijk van de twee weken één training gepakt heeft, vol, en de rest niet. Dus hij heeft vorige weekend gemist, de week ervoor gemist en afgelopen maandag en dinsdag aangepast getraind. Dus dat is eigenlijk een beetje te veel van het goede. Maar wij zijn hartstikke blij dat hij weer terug is, want Roald de Vries is natuurlijk gewoon een hele goede voetballer. Ja, je kunt er altijd wat mee, hè? Bijvoorbeeld in de tweede helft of zo, iets forceren. Nou ja, dat geldt voor alle jongens die er zitten, maar je kunt met Roald ook een aantal kanten op. Maar daar hebben we er een paar van. Ik noem al een paar namen, misschien zou jij eventjes snel de opstelling door kunnen nemen. Ja, moet ik ze echt alle 11 in noemen? Ja, ik ben echt gewoon heel benieuwd. Ondanks het feit dat het op het scherm komt, ben ik toch wel heel benieuwd. Ik help je wel even mee. We starten met Daan op de goal. Van rechts naar links Ronald, Terpie en Meijner in het centrum. En op links Stefan de Geiter. Okan en Yassine in de controle op middenveld. Dan krijgen we op 10 Daniel van Warven. Links Maurice de Ruiter in de punt. Mike Arends. En dan krijgen we op rechts Ali Akla. En in principe gewoon dezelfde tactische opdracht als verleden week in het begin, of niet?
Ja, we draven volgens mij in Nederland wel eens een beetje door met dat tactische gebeuren. Ik denk dat we met de manier van voetballen die wij hanteren, dat tactisch niet heel veel tegen je te halen valt. We hebben over het algemeen voldoende mensen onder de bal. We hebben creatieve jongens erin lopen. We hebben eigenlijk overal jongens die aan de bal kunnen komen. En dan komt het vaak een beetje op instelling aan van joh, wat doen we bij balverlies en sta ik goed. En dat zijn een paar kleine dingetjes, maar nogmaals, het is geen algebra. Ik wens je ongelooflijk veel succes, Jan. Oké. Okay. Ja, Jan, even wat laten zien nog, zo. Een beetje zonder seizoen. Alsjeblieft. Dat is mooi, hè? Goed. TV-kijkers, één opmerking. Ik heb vanmiddag 3 radiozenders te bedienen. Dat betekent dat ik heel veel zal praten, dat ik in een hoog tempo zal praten. En dat u ongetwijfeld momenten zult herkennen van, hé, ja, maar dat kan ik toch wel zien, wat hij nu zegt. Maar ja, ik heb met luisteraars te maken. Dus hou u daar rekening mee. En bovendien is het ook hartstikke leuk. Ik zelf zou het fantastisch vinden als het televisiecommentator Jack van Gelder zou zijn met de beelden erbij. Dat zou echt fantastisch zijn. En WVF heeft afgetrapt. Het begin van deze wedstrijd heeft plaatsgevonden. Ik ben nog bezig een kikker in mijn keel aan het wegwerken. DVS heeft de rest gewoon maar één ding. En dat is zo snel mogelijk dat doelpunt maken. En dat zou bevrijdend werken voor deze ploeg, denk ik. Want als de eerste valt, dan is het gedaan met, denk ik, met de ploeg. Nu, een kans van Maurice de Ruiter. Maar ja, dat is weer de zoveelste kans in deze competitie tot nog toe. Hè. In deze tweede wedstrijd. Maurice de Ruiter plaatst de bal dus net naast de doelpaal. En ze moeten precies tussen die twee palen en onder die lat. Ik zal ze dat in de rust ook eens even invloeden. Ja, Yasin Kut daar. En nee, tegen de paal ook dat nog. Dit is echt niet te geloven. En dan gaat de bal weer net naast. En dan gaat hij weer gewoon tegen de paal. Het is om wanhopig van te worden. Maar dat moeten ze natuurlijk niet doen, DVS. Ze moeten gewoon rustig door blijven gaan. En op hetzelfde niveau proberen hier wat te gaan betekenen tegen WVF. Nu misschien Stefan de Geijter. Heel goed doorgaan daar aan de linkerkant. Bal aan de voet. Paast hem op Mike Arends. Maar die kan daar verder niks mee. Goed verdedigd. En nu Daniel van Warffen. Daniel van Warffen naar Yasin Kut. Yasin Kut naar Ali Akla. Een mooie beweging Ali Akla. En een overtreding van de nummer 2. Hoe lang gaat het nog goed? Je zou bijna zeggen het wordt tijd. Mike Arends. Wat zou die gaan doen? Gaat hij toch die bal proberen in één keer erin te plaatsen? Ja, komt die bal daar via de verdediger, de hoofd van de verdediger bij Daniel van Warffen. Zet die bal voor, maar kan weggekopt worden. Ali Akla daar probeert zijn tegenstander, in dit geval Poppen, te passeren. Maar dat mislukt. En vooralsnog via die Poppen, de nummer 12 van WVF, gaat de bal over de zijlijn. En vlakbij de hoekvlag, metertje of 5, neemt Ali Akla snel die bal. En die zet een combinatie op met Yasin Kut nu. Probeert Ali Akla net even wat te veel mensen te passeren. Maar een mooi driehoekje daar van DVS. Mike Arends met een venijnenschot. Hier zat echt veel venijnen. En nu weer een bal op de paal. En nu, ja hoor, het kon gewoon niet uitblijven. Mike Arends die plant die bal daar, die terugkwam van de verdediging. Plant hij in het doel. Eerst was het Yasin Kut die de bal op de paal jenste. En die kwam terug. Toen wist de verdediger nog even de bal weg te werken. Maar Mike Arends die kan hier toch voor die 1-0. Die bevrijdende 1-0 voor DVS 33 gaan zorgen. DVS staat hier in Ermelo tegen WVF voor met 1-0. Het is niet te geloven. De aanvoerder. Een paas. Mooie dieptepaas. Ja, en daar komt de nummer 15 zomaar in één keer vrij. En wat gaat hij doen? Hij gaat gewoon scoren. Het eerste doelpunt is ook gevallen voor WVF. Jukselen. Natuurlijk die hele WVF-verdediging behalve alleen maar die ene spits. Die ga ik nog even weer noemen. Jukselen, die ook gescoord heeft. Mike Arends gaat die vrije trap weer nemen. En dan krijg je waarschijnlijk weer een herhaling van zetten. Heel veel van dit soort vrije trappen. Maar misschien levert het nu weer eens wat op. Nou, komt-ie. Zou prachtig zijn, net voor rust. Maar nee hoor, de keeper bokst met beide vuisten die bal uit het doel. Geen wijzigingen bij beide ploegen. Voor zover ik dat heel snel kan zien. Inderdaad. En DVS trapt af.
Ja, waar het nog steeds 1-1 is na 5 minuten, bijna 6 minuten spelen in de tweede helft. Yasin Koert. Yasin Koert paas naar Mike Aerts, tussen linies door. Heel mooi. Prachtige paas van Okazoy kan op Maurice eruit. En nu schiet hij, maar wederom net niet genoeg venijn erachter, achter dat schot. En een makkelijke prooi voor Mike Tewiele. Nu Ronald Hoek. Nu zet DVS echt aan. Ali Akla. 1-2 man en de derde man die weet niks anders te doen dan een overtreding te maken. En DVS krijgt op de punt van het strafschopgebied een vrije trap te nemen. Daar gaat ongetwijfeld Mike Aerts weer naartoe. Nu misschien. Mike Aerts. Komt die bal daar bij de tweede paal. En die wordt weer corner getrapt. En zo krijgen we de zoveelste corner van DVS 33. Ik kijk op de klok. Het is 7 minuten en 40 seconden. Misschien zit er een verslaggever achter. Zit er geen verslaggever achter. Dan pak ik deze corner nog even mee. Maar dan dat hoor ik wel van de studio. Ah ja, klaar. Mooi kopballetje ertussendoor. Maurice de Ruiter. Naar Yasin Koert. Yasin Koert. Venijnen schot. Bijna losgelaten door keeper Mike Tewiele. Mooie beweging ook aan Sorkan. Zou hij zich herstellen van de wat slechte eerste helft? Yasin Koert. Prima. Ali Akla. Hensbal. En een penalty voor DVS 33. Ali Akla staat klaar. Keeper in het doel. Komt die aanloop. Schot. 1-0. 1-0. 2-1. Kijk, wat een vergissing van uw verslaggever. 2-1 natuurlijk. DVS 33 toch op voorsprong gekomen. Nou, nu gaat het verkrampen er misschien een beetje af. Oh, Yasin Koert weer goed doorgaan. Prima werk van Yasin Koert. En dito voorzet nu Maurice eruit. Maar ja, te veel verdedigers om hem heen. En Maurice die maakt daar een overtreding. Echt een hele vieze overtreding. En uiteindelijk een terechte gele kaart. En dat is al de tweede gele kaart voor Maurice eruit. Volkomen onnodig eigenlijk. Ja, hij raakte toch een beetje gefrustreerd van het feit dat hij die bal niet genoeg onder controle kreeg. Zodat hij tot een gevaarlijk schot zou kunnen komen. Maar ja. Deze actie ook weer ongelukkig van Maurice. Richard Terpstra naar Edmund Meijner. Ja, ongelooflijk. De WVF heeft toch echt helemaal geen enkele intentie om toch nog wat gevaarlijker te worden voor het doel van DVS. Ze komen daar helemaal niet in de buurt. En DVS wil gewoon proberen van die 2-1 zo snel mogelijk 3-1 te maken. Nu Mike Aerts op Richard Terpstra. Die naar Ali Akla. Mooie combinatie. Prachtig lopende aanval van DVS. Mike Aerts. En Mike die schiet keihard op het doel. Nu Daniel van Warven. Bal aan de voet. Mee opgepikt. Uit dat geblokte schot van Mike Aerts. Nu Ali Akla. Maar die probeert daar de verdediger Stals te passeren. Maar dat mislukt. Overtreding ten opzichte van Daniel van Warven. Ja, hier staat het nog steeds 2-1 in het voordeel van DVS 33 na die benutte penalty van Ali Akla. En ja, direct daarna probeerde DVS weer gevaarlijk te worden, maar dat mislukte toch. Nu misschien. Oh, maar net is die paas weer iets te lang, iets te onbereikbaar voor Maurice de Ruiter. Want eigenlijk was de verdediging van WVF al volledig verslagen, maar die bal die eindigt dus toch gewoon in de veilige handen van Mike Tewiele, de keeper van WVF. Nu DVS nog steeds weer in de aanval. 2-1. Maar ik realiseer me opeens dat het een rondje kort is. Ik zie op de bord ook tussenstanden. Flevo Boys, SVZW nog steeds 1-0. Excelsior 31, VVOG nog steeds 0-1. Nu een kans voor Daniel van Warven. En waarachtig, die keeper wordt inderdaad nog de helft van de middag. Dit was bijna niet de missen kans. Maar via de voet weet de keeper van WVF hier toch een stokje voor te steken. En blijft het gewoon 2-1 hier in Ermelo tussen DVS en WVF. Van kansen in die tweede helft. Dat is even wat minder. Gaat Ali Akla voor de zoveelste keer vandoor. Die verdedigers die worden helemaal gek van dat jong. En nu weer een schotpoging van Maurice de Ruiter. En wat dacht hij waar die bal naartoe ging? Ja, net naast de paal.
Nu weer balbezit DVS. Ook aan Sorkan. Die krijgt even een tikje in zijn zij. En die gaat op zijn knieën. Maar dat moet hij niet te lang doen natuurlijk. Eventjes zelf een paar oefeningen doen. Ja, niet 1, 2, 3 de verzorger direct laten komen. Maar hop, daar gaat hij weer. Rood de Vries. Kinderlijk eenvoudig. Omspeelt hij zijn tegenstander. En tikt hem op Ook aan Sorkan. Met de bal aan de voet. Nu dan misschien. Christian van der Kamp. Komt hij? Christian van der Kamp. En wat doet hij? Ja hoor. Daar waar. Die hiervoor gehaald is Christian van der Kamp. Die bij NSC regelmatig heeft gezorgd. Bij SDVB, bij Rood-Wit, bij SSC Putten. En nu doet hij het ook. De targetman die DVS 33 nu eindelijk verlost van die 2-1 voorsprong. Die zielige 2-1 voorsprong. En nu wordt het gewoon een 3-1 voorsprong voor DVS. Ja, dat hadden er natuurlijk meer moeten zijn. Maar ja, dat hebben we wel vaker gehoord, dat verhaal. DVS 33 natuurlijk een volkomen terechte stand, maar er had veel en veel meer ingezeten. En nu laat de grensrechter toch gewoon doorspelen. De scheidsrechter neemt het over. En wat gebeurt er? WVF scoort gewoon weer. Het is niet te geloven. Het is nu Ozan Kardach. Die man van WHC die daar toch aan de aandacht van de DVS-verdediging wist te ontsnappen. En hier de stand gewoon op 3-2 brengt. Of te scoren. Ze hebben wel 3 keer gescoord, maar dat had 2 keer zoveel moeten zijn natuurlijk. Ali Akla daar weer vandoor. Zijn tegenstander voor de zoveelste keer alweer gepasseerd. En zijn tegenstander die heeft een hele verschrikkelijke middag. Dat is Robert-Jan Stals. En hier is de stand 3-2. En de wedstrijd is bijna afgelopen. Ik denk nog een minuut of 2 minuten te spelen. Nu een mooie actie van Mike Arends daar. Hij gaat daar helemaal alleen door. En hij gaat heel erg goed door. Maar de grensrechter fluit en de scheidsrechter neemt over. Die heeft kennelijk wat gezien. Die zag de bal, denk ik, over de achterlijn. De grensrechter althans. En de scheidsrechter die ziet dat ook. Of niet? Nee, hij geeft gewoon DVS 33 weer een penalty. Is het echt heus zo? Ja, denk ik haast wel. Terwijl, ja, laat dan in dit geval gewoon doorspelen, de scheidsrechter. En de grensrechter staat daar aan de zijkant met zijn vlag omhoog. En ik denk dat de grensrechter of de scheidsrechter naar zijn assistent toe gaat lopen zometeen. Om even met hem in conclave te gaan. En dan vervolgens de conclusie te trekken dat de bal misschien wel van Mike Arends al achter de achterlijn was. En dat er geen sprake is van een penalty. Ik kan me anders niet voorstellen, want de grensrechter stond al bij de penalty stip. Zo van, nou, dit is gewoon een penalty. Maar de grensrechter heeft duidelijk andere zaken gezien. En misschien neemt de scheidsrechter dat over. Maar dat weet ik niet. Ik weet niet wat er natuurlijk is besproken daar tussen de leidsman, de Jong en zijn assistent. Maar hij blijft bij zijn beslissing. En ja, ik heb absoluut niet kunnen zien wat daar aan de hand was. Tijdens een aanloop even stoppen, even kijken. Even kijken, wat gaat hij doen? Hij plaatst de bal gewoon in de linker benedenhoek. Dat is een trademark van hem. Hij doet dat op een hele slimme manier. En zo brengt hij DVS op een verdiende 4-2 voorsprong in de wedstrijd tegen WV. De mooie prestatie natuurlijk. En hier bij DVS 33 is het dus ook gewoon 4-2. En ik denk dat het nu ook nog 5-2 gaat worden. Want Maurice de Ruiter die gaat dat voltrekken. Ja, de WVF-verdediging is nu helemaal kapot gespeeld en nu wordt het dan toch een uitslag die past bij deze wedstrijd. Maurice de Ruiter die dan zomaar nu ook topscorer wordt. Hele mooie paas, mooi aangegeven door Mike Arends. Niet heel erg veel te zoeken. Ik wil iedereen een heel goed weekend toewensen van Radio Veluwe FM. Een van de meest toffe radiozenders in de omgeving. En met de 5-2 eindstand feliciteren we DVS 33 Ermelo met de eerste 3 punten in deze competitie.